De jaarlijkse Makanchor in de Palmentuin heeft ook dit jaar veel bezoekers getrokken. Bij de Makanchor klimt een aantal mensen op elkaar om bij een pot van kleursel die meters in de lucht hangt te komen. Dit volksspel is in 2012 tijdens de Pagwa-manifestatie in de Palmentuin door Rani Entertainment wederom ingevoerd. Het jaar daarna in 2013 is de wedstrijd officieel gepresenteerd. Dinesh Malu, topman van Rani Entertainment, is ook dit jaar zeer gemotiveerd. Vol trots, vol trots. Ik zeg één ding. De verbroederingspolitiek wat onze politieke leiders al tig jaar, aantal jaren prediken en wat nog steeds is doorgebroken in Suriname, zeg ik met trots, ik heb het wel kunnen doorbreken, die barrière. We hebben wel gezorgd voor een culturele verbroedering hier in de Palmentuin. Want het Makanchor-spel is een typisch spel dat uit India naar Suriname is gehaald. Het is in de jaren 50 en 60 nog door mijn grootvader Sitari Malu op Saramaka georganiseerd, waarbij groepen uit Nikeri, Komewijnen, Wanika, dus naartoe kwamen om te spelen. En na zo'n beetje jaren 65 is het nooit meer gehouden. En we zijn hier 2013 weer begonnen en ik mag met trots zeggen dat dit spel nu door alle bevolkingsgroepen van Suriname wordt gespeeld. De inheemse doen haar mee, de Chinezen doen haar mee, de Penchak Silat groep van Sanabudaya doen haar mee, de Hindustanen. Dus alle bevolkingsgroepen doen mee en ik denk dat ik met trots mag zeggen dat het enige volksspel is in Suriname wat door alle bevolkingsgroepen wordt beleefd hier in de Palmentuin. Dinesh Malu van Rani Entertainment over het jaarlijkse Makanchor Festival in de Palmentuin. Bij de start van deze nieuwsuitzending was het festival nog gaande. De winnaar van de Makanchor wedstrijd komt in aanmerking voor een trofee en 2000 SRD.